De hengst Wardi is een rastypische hengst met een sprekend hoofd en een goed verticaal geplaatste hals. Hij is grootramig en opwaarts gebouwd, met goede verhoudingen en een sterke bovenlijn. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Wardi heeft zich in het onderzoek goed ontwikkeld. In het begin had hij last van spanning en hield hij zich vast in zijn lijf en was loperig, wat de aanleuning niet te goede kwam. In de loop van het onderzoek kwam hij meer in balans, waardoor de rijbaarheid verbeterde. Wardi laat zich goed bewerken en valt op door zijn zeer actief gebruik van het achterbeen. Ook zijn technisch zeer goede stap valt op. Wardi heeft een goede galop en geeft een mooi beeld als rijpaard. Aangespannen vallen zijn ruime stap en zijn sterke en ruime bewegingsvorm in positieve zin op. Hij heeft veel talent als stuifpaard. In de stamboom van Wardi komen twee van de meest prominente tuigpaardlijnen bij elkaar. Van moederszijde zijn dat de tuigpaardenmerries uit de stam 8, terwijl vader Hette 481 afstamt van de bekende merries Fabiola en Lurkje, waaruit de broers Ulke 338 en Karel 370 voort zijn gekomen. Zijn moeder is de inmiddels 18-jarige, uitstekend bewaarde Goffert 369 dochter Annetjen, die de predicaten ster, preferent en prestatie draagt. Ze heeft 7 sternakomelingen, waarvan 1 kroon, 1 model en 2 sport zijn. De bekendste nakomelingen zijn de goedgekeurde Maaien 440 en de meervoudige nationaal kampioen Fokmerries voor de Chase Itchen model sport. Wardi's grootmoeder is een model en sportmerrie van Feitse 293. En zijn overgrootmoeder is een ster, dubbel preferente prestatiemerrie van Heerke 254. Fokkers die gebruik willen maken van deze hengst moeten rekening houden met het feit dat hij drager is van het waterhoofdgen. Wardi kan het model, instelling, stap en beentechniek verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Wardi 509.